Hallo allemaal, mijn gast voor vandaag, Leonie Meijer. Hoi, ik ben Leonie Meijer en ik ben vandaag te gast bij Taupiek en we gaan op zoek naar succes. Wat heeft het succes in jouw leven veranderd? Nou, misschien wel dat ik nog meer vanuit mijn hart kan leven. Dat ik dat mag doen wat ik leuk vind. Ik denk wel dat succes een raar ding is, want je kan het hebben en je kan het weer kwijtraken. En het is geen vastigheid. En wat doe jij om nog succesvoller te worden? Hard werken. Uh-huh. Veel proberen te schrijven. Uh-huh. Veel spelen. Heel veel kilometers maken eigenlijk. Okay. Welke obstakel heb jij gehad? Ik vind soms showbusiness een beetje moeilijk. Uh-huh. En heel erg gericht op uiterlijk. Okay. Dat was altijd een beetje een ding. Okay. Soms hoop je dat een liedje verder komt of meer bekend wordt op de radio en dat gebeurt dan niet of weet ik veel wat. Maar dat zijn meer teleurstellingen en niet obstakels. Uh-huh. Maar ik vind succes gewoon een gevaarlijk ding ook. Waarom? Nou, omdat het niet het belangrijkste is in het leven. Uh-huh. Ik denk dat het belangrijker is dat je goed bent voor je mensen om je heen en dat je doet wat je leuk vindt. Okay. En als daar succes bij komt kijken, mm-hmm. dan is dat heel leuk. Maar het betekent niet dat je daardoor een beter mens bent of zo. Ja.